zijn debuut! Wat vind je ervan? Topper! Wat vind je van Doan? Russer! Jij gaat even oe zeggen. Of niet? Dat weet ik niet. 4, Wessel Lammers. De rug nummer 5, Koo Takura. Nummer 6, Azor Matu Siwa. Nummer 7, Ramon Pascal Lundqvist. En de rug nummer 10, we hebben er lang naar uitgekeken. Marja Lund. Woe! Nummer 26, Daniel Verkaan. En nummer 31, Thomas Soeslof. Dan de schrijfstuk van de zon, die te weten in de bij de assistentschrijfstuk zijn Mark Strijker en Frank Ozinga. Daar zijn we. Drie, twee, één. En we zijn begonnen. Met Robin in de spits, volgens mij. Of niet? Robin in de spits. Nou, Robin, laat maar zien. Daar gaat hij, hoor. Gaat hij erin? Deze gaat erin, hé. Let op, deze gaat erin. Van Lintem schiet hem erin. Wat is dat nou? Goed. Opgeven door Van der Hoorn, zo leek het. Goeie beweging. Daar is Robben. Robben met een schuiver. Ja hoor, daar is die. Arjen Robben. In zijn eerste thuiswedstrijd. In zijn eerste wedstrijd. In dit stadion. Dat hij zelf ooit opende. Mooie beweging van Elan Koury. Dan het puntertje naar de rand van de 16. En uiterst precies binnengeschoten. Prima. Allemaal Groningen supporters, die hebben gejuicht. 1-0, hè? 1-0.
maar goal. Maar voor Mark Rutte, ze hebben allemaal afstand gehouden. Dan is het kaarsje. Robben. Robben, jongen. Robben. Hij komt hier en hij heeft gelijk het gevoel weer van thuiskomen. Heerlijk. Ja, hij doet alsof hij thuis is. 44 minuten rijden. 1-1. Naar Bielefeld. Vertel nog één keer het feitje. Het is maar 266 kilometer van Groningen. Nou, wel leuk. Het staat nu wel 1-1. Dat vind ik wat minder leuk. Dat is wel jammer. Vultje ervan, eerste helft. Prima, eerste helft. 1-1. 1-1. Robben gescoord. Gaat hij nog een keer scoren? Ik denk Ellen Koury. Ellen Koury? Ja. Oh, sorry. Dan kan hij een 10 scoren. Wat meidje! Gebeurt weer niks. We zijn nu in de 69ste minuut. Ah! Maar gebeurt niks. Robben is eruit. Het is klaar. Ja, dat weet ik niet. Laat mezelf ook een beetje verrassen, weet je. Ja, die scoort ook veel, hè? Hey, dat was degene die je op de fiets bedoelde. Jawel. Maar die scoorde al door. En Achmed.